Ik koekeloer hier. Ik koekeloer daar. Ik koekeloer het hele jaar. En koekeloer jij. Even naar mij, dan koekeloeren we. Koekeloeren we, dan koekeloeren we allebei. Zo, nou, wat hebben we fijn gewandeld, hè, vanmiddag. Toch, ja, Mof? Nou, het was heerlijk in dit bos. Wil je nog een kopje thee, Pier? Oh, nee, dank je. Ik denk dat ik zo naar bed ga. Ik ben een beetje moe. Ja, ik ook. Ja. Ja. Oh. Dus, nou, Moffel. Wat is er? Je neemt het laatste koekje. Ja, hoezo? Zo, dat zou ik ook wel hebben gewild. Ja, 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 maar ja, er was nog maar één koekje, hè? Ja, daarom juist. En nu neem jij het. Ja, maar Pier, wat zou jij dan hebben gedaan? Ja, ik zou het natuurlijk niet hebben genomen. Nou, dan is het toch in orde, want nu heb je ook niet het laatste koekje. Oh, Moffel. Oh. Nee, Pier, niet boos worden. Nee, tuurlijk, Moffel. Ja hoor, neem jij vooral het laatste koekje. Ja hoor, dat vind ik helemaal niet erg. En dat kan ook niet, want ik heb een goed voornemen voor het nieuwe jaar. Ik ga geen ruzie meer maken. Een goed voornemen? Wat is dat? Nou, dat is dat je van plan bent om goede dingen te doen. Nou, en mijn goede voornemen is om geen ruzie meer te maken. Dus ook geen ruzie meer om het laatste koekje. Snap je? Ja, tuurlijk. Ja, wat goed van jou, Pier. Een goed voornemen. Oeh. Hey, dat ga ik ook doen. Goede voornemens maken. Ik weet wel 100 goede voornemens. Weet je wat? Ik ga ze allemaal opschrijven, mijn goede voornemens. Eens even denken, hoor. Een boekje. Zo, wat heb ik lekker geslapen, zeg. Jij ook, Moffel? Ja, ja, nou en of. Oh, heerlijk in bed. Hé, kom je even helpen met het ontbijt, Moffel? Helpen met het ontbijt? Nee. Nee, Pier, begin jij maar vast. Hè? Ja, hallo. Hey, Mof, ik dacht dat op jouw lijstje met goede voornemens stond dat je voortaan vroeger zou opstaan. Ja, tuurlijk, Pier, maar op mijn lijst staat ook dat ik voortaan beter moet uitrusten. Dus laat ik daar maar eens mee beginnen, hè? Snap je wel? Nou ja, Moffel, wat ben jij een... Oh nee, ik bedoel, oké, dan ga ik alvast aan het ontbijt beginnen. Oeh, wat is dat moeilijk. Geen ruzie maken. En Moffel die blijft gewoon in bed liggen. Nou ja, Pier, denk aan je goede voornemen. Niet boos worden. Moffel, Pietje, goedemorgen. Hey, Arie. Hey, hallo. Hey, kijk eens wat ik hier heb. Oliebollen. Ja, die had ik nog over. Ja. Nou, zonder om weg te gooien natuurlijk. Ja. Kijk eens, precies 2. Eentje voor Moffel en eentje voor Pier. Oh, lekker, Arie. Dankjewel. Lekker zeg, Arie. Maar Moffel, op jouw lijstje met goede voornemens staat toch dat je minder ging snoepen? Tenminste, dat zei je. Oh, ja. Ja, dat is wel zo. Ja, hé, hey, en Pier, op mijn lijstje staat ook dat ik beter voor de dieren zou zorgen. Dus als ik nou gewoon eens mijn oliebol aan de vogels voer, hè? Want vogels houden van oliebollen, hoor. Dat is ook goed voor ze in de winter. Oh ja, ja, dat is waar. Ja. Ja, daar heb je gelijk in, Moffel. Dan loop ik meteen even met je mee, Arie. Oh ja, ja, dat is goed. Oh, wat zullen die even vogels kijken. Daarvan genieten, van die oliebol? Ja, kom op, Mof. Wat ben ik aardig. Nou zeg, ik geloof er helemaal niks van dat Moffel die oliebol aan de vogels gaat voeren. Die eet hij natuurlijk lekker zelf op. Oh nee,
Nee, Pier, niet doen. Niet boos worden. Oh, dat is mijn goede voornemen. Oh. Nou, Moffel, veel plezier met je oliebol. Ja, goed hoor, voor jou, om hem aan de vogels te geven. Ach ja, Arie, weet je, zo ben ik, hè. Ik probeer altijd aan anderen te denken. En het staat trouwens ook op mijn lijst met goede voornemens. Heb je goede voornemens gemaakt? Voor het nieuwe jaar? Nou, succes, Moffel. Doei. Dag, Arie. Vogeltjes. Vogeltjes, kijk eens. Lekkere oliebol. Oeh. Wat ruikt die lekker, die oliebol. Maar ja, hij is voor de vogeltjes. Hé, hey, ja, nee, maar op mijn lijstje staat ook dat ik voortaan beter moet ontbijten. Dan ontbijt ik toch met die oliebol. Ja. Nou, klaar, Pier. De vogels vonden het heerlijk, hoor, die oliebol. De vogels? Jijzelf zou je bedoelen. Je hebt die oliebol gewoon zelf opgegeten, Moffel. Je zit helemaal onder de poedersuiker. Huh? Oh, nee. Niet boos worden, Pier. Lief zijn. Ja. Oh, hé, hey, ja. Nee, tuurlijk, Mof. Oh ja, wat fijn voor de vogels, hè? Ja. Ja, dat dacht ik nou ook. Ach ja, zo ben ik, hè. Ik ben gewoon een aardige mol. Hallo, daar ben ik weer. Ik ben Flip de Beer. Bij wie mag ik logeren? Wie is dat deze keer? Hallo allemaal. Vandaag ben ik bij Flora en Nathalie. Alsjeblieft, Flip. Gelukkig nieuwjaar. En we krijgen een cadeautje. Een envelop met geld. Kijk eens, alsjeblieft, Nathalie. Gelukkig nieuwjaar. Het is namelijk feest. Het is nieuwjaar. Chinees nieuwjaar. En als het feest is, krijg je cadeautjes. Zo. En je geeft ook cadeautjes. Hier nog eentje. Zo. Zo, en dan kunnen we die aan oma geven. Deze is voor oma. Oh, Nathalie, heb je de nu gaan we mama helpen met lekkere hapjes. Knippen en dan allemaal erin doen. Nou, ja. Flip, ga eens meehelpen. Ja, graag. Heel goed. Kijk, rode snoepjes en een rode schaal. Weet je waarom dat is? Rood zo, is Flip, in China... Ga jij hem naar de tafel? Ja, ja, doe ik. Rood is in China een hele bijzondere kleur. Weet je waarom? Rood is de kleur van geluk. Oeh. En als papa dan vanavond thuis komt, gaan we samen feest vieren. Met al die lekkere hapjes. Mmm. Oh, kijk. Lumpiaatjes. Met de rode saus. Voor geluk. Zo, nog een mooie tekening erbij. Oh, je kan het goed, zeg. Klaar. Hé, hey, wat is dat? Zal ik het voorlezen? Zal ik het zeggen? Ja. Oh. San, Lin, Fai, Lap. Het zijn gelukkig letters. Nieuwjaar. Het zijn Chinese letters. Hé, hey, de bel. Papa is thuis. Oké, zeg daar. Hé, Flip. Wil je ook wat lekkers? Ja, graag. Hey. Gezellig, jongens. Met z'n allen. Alsjeblieft. Oeh, wat veel lekkere hapjes. Het is echt feest. Mm. Nou, ik vind het leuk hoor. Chinees nieuwjaar. We kunnen niet zoveel zeggen, want de mond zit vol. Nog niet praten met de volle mond. Grapje. <Ja. lacht> Nog een keertje. Het is er nog veel, zeg. Wat vasthouden? Ik heb nog genoeg trek hoor. Nee. Oeh, met stokjes. Flip, daar gaat ie. Heerlijk. Lekker zeg. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Oeh. Dag. Mof, kom je even helpen afwassen? Afwassen? Nee, Pier, nee. Want kijk, hier op mijn lijst staat dat ik voortaan minder ga afwassen. Ja, als ze goed voornemen, snap je? Oh, minder afwassen? Ben je nou helemaal... Nee. Nee, nee, rustig, Piertje, rustig. Denk aan je goede voornemen. Je zou niet meer ruzie maken.
vol, dan wil je vast wel even hout halen, hè? Voor de kachel. Ja, want die gaat bijna uit en het wordt een beetje koud. Oh, tuurlijk, Pier. Ja. Hout halen. Kijk, dat staat ook op mijn lijstje. Ik doe het meteen. En het is ook altijd een pretje, hout halen. Okay. Nou, dan ga ik nu eerst maar even mijn staartje opwarmen. Oh, nee, hè? Nou is hij echt bijna uit. Hey. Zo, Pier. Nou, daar ben ik al. Ja. Moffel, je hebt maar 2 stukken hout gehaald. Dat is toch veel te weinig? Ik heb het hartstikke koud. Ja, nee, Pier, dat zie je verkeerd, hoor. Want op mijn lijst van de goede voornemens staat ook dat we voortaan zuiniger moeten stoken. Dus jammer, Pier. Ja, maar 2 stukken hout is echt genoeg. Zo. Oh, en nou kan ik alweer 2 dingen doorstrepen op mijn lijst. Hout halen en zuiniger stoken. Ha! Ja, zeg. Zuiniger stoken. Hé, Pier. Dat laatste kopje, dat droog ik wel af, hoor. Want dat kan ik dan ook meteen doorstrepen op mijn lijst. Altijd een beetje helpen met de afwas. altijd een beetje helpen met de afwas. Oh, zou je hem niet? Oh, rustig, Piertje. Rustig blijven. Ja. Niet meer stampen in de plassen. Voortaan doe ik alles anders. Voortaan doe ik alles goed. Voortaan weet ik hoe het moet. Niet mijn kleine broertje plagen. Niet de poes de tuin in jagen. Voortaan doe ik alles anders. Voortaan doe ik alles goed. Voortaan weet ik hoe het moet. Niet meer van het klimrek springen. Niet meer keihard liedjes zingen. Goed. Voortaan weet ik hoe het moet. Wat moet ik nog meer verzinnen? Morgen ga ik echt beginnen. Voortaan doe ik alles anders. Voortaan doe ik niets meer fout. Koud. Oh, 2 stukjes hout. Nou ja, zeggen ze. Zijn al bijna op. Hé, Piertje. Huh? Hé, Pier. Kijk eens. Kijk eens wat ik al allemaal heb doorgestreept op mijn lijst. Al mijn goede voornemens. Ja. Nou, Pier, dat is jou nog niet gelukt. Nee, want jij werd al een paar keer echt boos. En ik had wel 10 dingen op mijn lijst en jij maar 1. Maar Moffel, je hebt niet geholpen met het ontbijt. En je hebt zelf je oliebol opgegeten. En je hebt niet geholpen met de afwas. En je hebt maar 2 stukjes hout gehaald, ja? Moffel, zo kan ik het ook, hè? Goede voornemens maken. Oh, nou hoor, ik vind je echt helemaal niet meer lief. Snapmol. Oh, ja, maar... Nee, niks ja maar. Ik vind het gewoon echt helemaal niet aardig van je, Moffel. Goede voornemens. Bah! Oh. Pier, ik heb nog 1 goed voornemen op mijn lijst staan. Wil je weten wat het is? Nee. Oh. Nou, maar ik vertel het toch, hoor, Pier. Er staat... liever zijn voor Piertje. Oh, ja? Ja, dus
Zal ik je dan nu een kusje geven? Want dat is wel erg lief, toch? Nou, vooruit er maar, mof. Ja? Ja. Zo, nou, hoe was dat, hè? Zal ik je nog een kusje geven? Nee, dat hoeft niet hoor, mof. Het is wel goed. Zo, en dan ga ik morgen wel weer verder met mijn goede voornemens. Ja, oké. Hé, en zal ik dan nu een beetje hout halen? Want het is best koud hier, hè? Ja, eigenlijk wel, mof. Ja. Ja. Koud. Die mof. Nou, koekeloeren jullie weer de volgende keer? Ik denk dat ik morgen nog 10 goede voornemens ga doen. Makkie. Bij onze programma's is begeleidend materiaal te bestellen. Een educatief spel, poppen, mappen, handleidingen en werkbladen. Ga naar schooltv.nl/webwinkel.